Als Arnhem ben je natuurlijk enorm trots op CCV. En die van der Velde, je bent daar bestuursvoorzitter. En je hebt eigenlijk gewoon heel veel van die betaalterminals geleverd hè, in Nederland. Ja. Hoeveel hebben jullie er staan? Uh, we hebben in totaal ongeveer 120.000 uh, terminals uh, in. Nee, ik zeg het verkeerd. Sorry. We hebben 120.000 klanten in Nederland en 200.000 terminals in Nederland staan. Ja. 200. En hoeveel marktaandeel betekent dat? We hebben uh, aan marktaandeel zitten tegen de 60 aan. Oh mijn god! Ik zit hier gewoon met mevrouw Pin. En Daarmee werd eigenlijk het bedrijf gewoon meteen uh, in de vaardervoker omhoog gestort uit Arnhem. Ja, nou dat, dat was eigenlijk daarvoor al gebeurd, maar dat is een wat langer verhaal, want er waren een die al in heel vroeg stadium zijn gaan automatiseren. Mijn vader heeft in 1968 al een computer gekocht. Hij hmm. ja, was eigenlijk een van de eerste die op de markt kwam met een uh, geautomatiseerd boekhoudsysteem. Dus het was al iemand een beetje een lefgoosje, zal ik maar zeggen. En de uh, nou ja, next step is, uh, is inderdaad deze geweest. Dus dat wow. heeft uiteindelijk... Van accountant uh, is hij gewoon naar leverancier van betaalterminals gegaan. Ja, zo kan, zo, uh, is, 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 absoluut. Hey, het succes uh, in Nederland, uh, wat doe je daarmee? Uh, ga je nu ook naar het buitenland? Zit je ook in het buitenland? Ja, ja we, hebben, uh, we hebben locaties al, al sinds uh, meerdere jaren in uh, België, Zwitserland, Duitsland en Nederland. Dat is al nou, ruim 10, 15 jaar. Mm -hmm. En we zijn nu, uh, uh, ja, sinds ik ben aangetreden, hebben we ook een Europese business unit. En die is nu bezig om, uh, ja, we zitten inmiddels in meer dan 15 uh, Europese landen met onze oplossingen. En we hebben een heel klein stapje gemaakt. Maakt inmiddels naar de USA. Dus uh, ja, we hebben wel zo onze ambities. Ja. En deze... de Nederlandse les: is Nederland een leuk land om zeg maar, daarvan uit de rest van Europa te bespringen? Ja, ik vind Nederland een heel leuk land om, uh, om dat te doen. We zijn best uh, heel innovatief hier. Hè. Kijken we even naar het contactloos betalen, dan lopen we echt voor op, uh, op een groot aantal landen. Eh, we hebben het even niet over Scandinavië, maar ik denk, uh, eh, kijken we verder, dan, dan zijn we echt een innovatief land. Dus je kan hier heel veel uh, piloten en uiteindelijk dat gaan uitrollen in andere landen. Dus ja, ik vind uh, Nederland een mooie springplank. Okay. De toekomst, eh, bedoel, we hebben nu allemaal nieuwe spelers. Ja. AliPay uh, Ali komt, uh, Apple, Android, iedereen wil aan tafel. We hebben een fantastisch netwerk hier. Ja. Werk je er ook mee samen? Ja, wij zijn uh, volop bezig met, uh, met het mobiel betalen. Hè, want dat is natuurlijk de AliPay's, uh, de WeChat's, uh, maar ook ons eigen ik zeg maar in Nederland. En er zijn natuurlijk heel veel partijen, ook in, in Duitsland, en N26 is ermee bezig. Dus wij zijn zoveel mogelijk aan het faciliteren dat die methodes van betalen ook geaccepteerd kunnen worden. Aan de ene kant gewoon direct, uh, natuurlijk uh, online, en dan willen we natuurlijk ook heel graag aan de achterkant een rol blijven spelen, maar ook via onze betaalterminals. want... Die staan inmiddels overal op de toonbank. Ja. Maar jij moet dus nu nou, je bereidt je ook voor op een toekomst. dat je niet deelde met die apparaatjes, die dure apparaatjes, hoeft te leveren. maar dat je dan zeg maar aan de achterkant door wil gaan. Ja, zeker. En dat is eigenlijk ook wel een beetje de trigger. Hè? Ik kwam oh, zelf niet uit die payment-industrie. maar ik zag wel al die ontwikkelingen. en ik dacht, ja, dat gaat gebeuren. Die terminal gaat verdwijnen op lange termijn. Dat kan natuurlijk een andere vormfactor worden. maar ik ben ervan overtuigd dat we heel veel online, mobile gaan betalen. en dat er uiteindelijk misschien helemaal geen terminal of welk device dan ook in de winkel aan te pas hoeft te komen. Dus daar zijn we ons zeker op aan het voorbereiden. Ja, en jij bent bestuursvoorzitter. Je wou eigenlijk helemaal niet deze business in. Je had een hele andere achtergrond uit Groningen. En dan kom jij daar in zo'n bedrijf... ...wat helemaal trots is op 250.000 terminals. En zegt, ja, de toekomst is toch echt wel zonder zo terminals. Daar moeten we ons op voorbereiden. Wat, wat vonden ze van je? Uh, nou ja, ik, ik denk dat ik een bepaalde manier van doen heb... ...die wel redelijk ontwapenend is. Dus het was, ik kreeg de mensen wel mee. Maar ze schrokken wel. En ik moet wel zeggen dat er... Uh, nou, uit bepaalde geleden werd er best wel een tijdje gesputterd van hoe komt ze erbij? Wat een achterlijk idee. En, maar uiteindelijk ging iedereen wel inzien dat er hè, uh, ook een kant is voor onszelf als consument waarin wij veranderen. En iedereen begreep langzaamaan ook wel dat dat wel effect zou gaan hebben op onze business. Mm. Dus ja, uh, en, en ik, natuurlijk, ik, ik, ik heb natuurlijk ook goede onderzoeken gedaan. Ik heb natuurlijk niet alles uit de lucht gegrepen. Dus gaandeweg krijg je mensen wel. Ja, ook maar elk... meestal zijn mensen in een business die, die kijken alleen maar naar informatie die past binnen hun straatje. Dus je hebt dat toch gewoon. Uh... Wordt het, blijf je er de komende tien jaar nog mee bezig met dit gebeuren? Of heb je nu ook wel genoeg hier in deze wereld rondgangen? Nou, ik vind het nog steeds erg spannend. Ik ben, ben, zit nu ook in het bestuur van de betaalvereniging sinds kort. vind ik ook leuk. Dus ik draag graag nog mijn, mijn steentje voorlopig wel even bij. En zolang het te innoveren valt, ben ik er wel, wel in voor deze business. Duidelijk. Dank je wel.